Hallo Spanje, Brussel, ik heb eens een nieuwe aflevering van Harry Potter in de geheime kamer voor de Game Boy Color. We waren gebleven bij, geen idee. Gaat terug naar Gryffindor's leerlingenkamer, dat is op de 7e verdieping en dat is een pokkenend lopen. Dat is mooi. Eens even kijken, dat mevrouwtje staat in de weg, dus moet ze uit de weg. Dat is meestal vaker zo, mensen die in de weg staan, dan gaan ze uit de weg en dan staan ze niet meer in de weg. Zit er nog een tovenaarskaart in? Nee, dat niet. Eens even kijken, waar zijn we in het verhaal? We weten nu wat over de geheime kamer, waarschijnlijk moeten we weer richting Hagrid uiteindelijk en dan komen we bij Aragog. Dat is mijn favoriete stuk van het Game Boy spel. Van de Color eigenlijk, want dat is het enige stuk wat ik me nog kan herinneren. Ik weet niet, ik heb een paar keer opgenoemd dat ik ook de Game Boy versie van dit spel op Kees' kanaal doe, maar dat schiet niet op met uploaden. Dus waarschijnlijk als ik deze versie af heb en al die andere Harry Potter spellen, ga ik ook ooit nog wel een keer de Game Boy versie van Harry Potter 2 op mijn eigen kanaal doen. Ik ga waarschijnlijk ook nog wel de Color versie van Harry Potter 2, 1 en 3 doen. Knor aan, kom binnen Harry. Dus ja, er komt gewoon nog heel veel Harry Potter. Ik wil gewoon een beetje één Harry Potter serietje tegelijk op mijn kanaal hebben, weet je. Ik heb nu Deathly Hallows af, als jullie dit zien. Dus ik ga gewoon eens even door met deze Harry Potter en dan gaan we verder als deze af is. We weten nog steeds niet wie hierachter zit. Willen alle kinderen van het magische ouders wegjagen van zwijn zijn? Wij weten wie zichzelf de allerbeste vindt. Draco Malfoy dus. Alle zwadderaars. Elke zwadderaar vindt zichzelf de allerbeste, maar al zijn familieleden hebben op een zwadderin gezeten. Wie weet hebben ze de sleutel van de geheime kamer al eeuwenlang in hun bezit. Hoe kunnen we bewijzen dat Draco de erfgenaam van zwadderin is? Ik weet wel wat, maar dan moeten we in de leerlingkamer van zwadderin zien te komen. Wil jij de regels overtreden? Dat wil ik niet, maar we hebben weinig keus. Een wisseltrank is wat we nodig hebben. Wat is dat? Je kunt dus gedaante van iemand anders mee aannemen. We zouden onszelf in 3 zwadderaars kunnen veranderen en dan vertelt Malfoy dus ons alles. Weet je hoe we die drank moeten maken? Nee, maar er is een boek in de bieb dat wat vreeswekkende toverdrank heet. En daar staat het in, maar het staat op de verbodenafdeling. We hebben door een professor ondertekend toestemmingsbriefje nodig om iets van de verbodenafdeling te mogen lenen. Misschien kunnen we iemand ervan overtuigen dat we alleen in de theorie van het drankje geïnteresseerd zijn. Kom nou toch, welke professor trapt daar nu in? Professor Smart, hij zet overal zijn handtekening op, maar niet uit wat. Laten we nu maar naar hem op zoek gaan en kijken of hij erin trapt. Rick, wat heb je goed gezongen! Hey, dankjewel. Even kijken, dat zal wel in zijn kantoortje zijn. Haal een toestemmingsbriefje bij Smart. Oké dan, als jij het zegt. Ik vind het wel handig om zo versnel. Deze dingen zijn wel echt chill, anders duurt het echt lang als je dit niet hebt. Ik weet niet of Smart dan nog zijn eigen hok heeft, omdat het gewoon weer tegen de zwarte kunst is. Smart, kantoor, dat is de derde verdieping? Yep. Oké, dit is 7. Ga even tellen. Oké dan. 6. Oké, 6. 6. Vijf. Nee. 5 in Frans. En 4. Nou joh. 4. Ken ze? 4. 4. Nee, dan moeten we nu naar 3. Ja, daar is hij hoor. Daar heb je hem. Oh joh. We hebben hem. Oh joh. Rick, wat ben je blij over dit spel? Oh joh. Nou, ik ben zo blij. En daar heb je hem hoor. Daar heb je hem, die smart. Hallo professor. Ach, 3 van mijn meest toegewijde bewonderaars. Wil je over de keer horen dat ik met een zombie ving met een theezeefje? Hij praat eigenlijk helemaal niet zo, hij praat heel... Hey, jongens, tjaka! Emiel raadt op man. Alweer? Ik bedoel, nee dank u. We willen een boek lenen uit de bibliotheek. Ik dacht dat je al mijn boeken al gelezen had. Dit is een boek uit de verboden afdeling, dus we hebben toestemming nodig. Misschien dat we dan achter de geheimen van uw theezeefje komen. Je doet onderzoek naar mij? Nou, ik wil nieuwsgierige jonge hersentjes graag alle mogelijke hulp bieden. Wat een tombo. Je krijgt toestemmingsbriefje. Heel erg bedankt, professor. Dag. Oké, bedankt, smartje. Knalpaars inkt. Walgelijk. Wat dacht je dan? Wat had je dan verwacht? En dan nu snel naar de bibliotheek om het boek op te halen. Bokeh. Oké, dat ging aardig makkelijk. Wat was de bib ook alweer? 4e verdieping of... Ja, ik herinner het wel. Denk ik. Was hier de bib? Of was het eentje hoger? Ik weet niet eens meer. Het is denk ik niet hier. Of wel, ja het is wel hier. Hier is de bieb, denk ik. Maar mag ik niet naar binnen. Op slot. Even kijken waar de bieb is. Hij zit er sowieso ergens rechts als een begin. 5 zeker dan. 6? No, en dan zit het lager. Oh,
Hoeveelste? Derde verdieping. En op de derde verdieping zit bibliotheek, tweede verdieping. Waar de fuck zit daar de logica in? De bibliotheek, derde verdieping. De tweede verdieping is op de tweede... Dat is een hele mond vol. Nee, mijn plassen. Wat? Nee, Waar ben ik eigenlijk? Welke verdieping ben ik eigenlijk? Ook een goede vraag. Waar ben ik nu? Wat? Ik ben er. Oké, dan zie je de biep. Oké, even naar de verboden afdeling. Dat is deze kant op, zou ik er. Ja. En dan moeten we hier het boek even zien te pakken. Hier is een verboden afdeling, maar ik kan een toestemmingsbriefje beter. En madame Romella laten zien voordat ik naar binnen ga. Oké. Zal weer hieronder staan, die muts. Hey, T7, hoe gaat die met jou dan? Ja, wat willen jullie? We hebben een boek nodig van de verboden afdeling. Hier is de dorp op versus, maar het ondertekende toestemming. Je geeft op, toestemmingsbriefje. Paars inkt, dat is dus in orde. Je mag de verboden afdeling in, maar alleen om dat boek te halen. Nou, ik ga ook allemaal vieze dingen doen op de verboden afdeling. Allemaal verboden dingetjes. Hier is de verboden afdeling. You don't say. Heb je al 5 keer gezegd, Harry? La 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 la. Hier is het boek. Ik moet een plek hebben waar ik dit rustig kan bestuderen. Wat dacht je van? Dat is even jammer aan die Jenny. Niet helemaal ideaal, maar waarschijnlijk wel de beste keuze. Kom op. Hebben jullie ingegeven op verlaten groep? Oh nee. Linkersoep. Trouwens, in wie gaan we ons veranderen? Ik weet nog niet wie. Zal zijn. Wie ik zal zijn. Maar jullie met twee moeten Korzel en Kwast worden. Korzel en Kwast. Rond. Epic Durpface. Best een goed idee. Die vertrouwt hij het meest. Maar ik krijg er wel de rinningen van. Ik lees het boek en kijk welke ingrediënten we nodig hebben. We moeten er nu meteen mee beginnen. Wie hebben we daar? Als dat Joost niet is. Is het Joost? Harry, vandaag is de eerste wedstrijd van het zwerpbalseizoen. Gryffindor tegen Zwadderich. Bedankt. Oh, Kasper. Kasper Krauwel. Ga je foto's van de wedstrijd maken? Nee. Ik ga alles fotograferen. Zwadderich maakt geen schijn van kans met jou als zoeker, Harry. Ik ga even kijken of Hermeline hulp nodig heeft bij die drank. Ik zie je bij de wedstrijd, Harry. Zo zou dat Ron Hermeline keihard gaan batsen op het meidentoilet. Maar dat maakt niet uit. Want Harry is toch verreffeld dan. Je hebt het vreeswekkendste toverdranken met twee O's gevonden. Er is een nieuwe kaartcombinatie beschikbaar in de verzamelaarsclub. Oké. Ja, de verzamelaarsclub, daar weet ik precies wat ik allemaal aan het doen ben. Je weet, oh ja, Rick, je hebt een toverdrankje, maar wat moet ik doen? Ga naar de eerste zwerpelwedstrijd. Oh god, die ga ik zo hard verliezen. Ik heb er zo weinig vertrouwen. Ik weet niet eens welke knopjes ik moet drukken. Ja, de eerste zwerpbaltraining ging goed. Dat is een begin. Oké, we gaan een zwerpbal doen. Oh, dat is een zwerpbaltraining en wedstrijd, toch? Zwerpbalwedstrijd. Oeh, dat wordt nog spannend. Dat wordt zo spannend, jongens. Nagelbijter. Spannenden. Het wordt spannend. Kort samengevat. Heel kort samengevat. Spannend, hoor. Echt, niet normaal. Oké, Harry, speed hack tijd. Woehoe! Who needs swag when you have speed hack? Oké. Maar dan moeten wij in, Harry. Wat denk je er zelf van? We moesten deze kant op, toch? Hier, ja. Allemaal basis. En we zijn met het zwerbalveld. Dat is mooi. Kom maar op. We zijn met z'n tweetjes. Gezellig. Not gay. Hier ben ik, Olivier. Maar ik krijg het best benauwd als ik aan die snelle bezemsteden van ze denk. Ze hebben betere bezems, maar wij hebben betere spelers. En veel harder getraind en weer in wind. Zeg dat wel. Zwerkbal, laat maar vrienden zien dat een zoeker meer nodig heeft dan alleen een rijke vader. We moeten winnen. Maar voel je het niet onder druk gezet, Harry? Oh nee, daar is een vrouw met een sowieso duidelijk lesbische vrouw. Is Gryffindor klaar? Klaar. Zo grappig, Rick. Dan kunnen we beginnen. Wie hebben we daar als het Drakenbovendisant is? Waar wacht je op, Potter? Geef het op! Als je bang bent. Rick, waarom maak je overal musical van? Kom op dan, Malvidus. Vlieg met je bezem boven het speelveld. Het veld. En probeer de vliegende gele bal te vangen. De gouden snaar. Als je de snaar eerder vangt dan de zoeker van een ander team, win je. Maar het zal niet makkelijk zijn. Er zijn magische ballen, de beukers en andere spelers, de drijvers, die zullen proberen je van je bezem te slaan. Terwijl de 4-punt-druk toetsen om bezem te sturen op de gelijktijd op de A-knop om de 4-punt-druk toetsen voor een sprintje. Druk tegelijkertijd op de A-knop. Oh, die moet je ingedrukt houden. Als je in de buurt van een gouden snaar bent, druk je op de B-knop om hem te pakken en de wedstrijd te winnen. Het gele stip op je radar is een schermhelpje de gouden snaar. Oké, mooi. Dus ik moet A inge... Oh, hij is met de beuker geknoeid. Hij is gevaarlijk, maar als ik stop, verliezen we de wedstrijd. Dat is kut, hè, Harry. Sucks to be you. Snel! Waar is de snaai? Waar is het feestje? Hier is het feestje! Harry!
Hij is hier ergens. Ik zie de Snai. Daar is de Snai. Kom hier, Snai. Woehoe! Fuck yeah! I don't care dat ik dood ga. Oh nee, ik ga dood. I don't care, ik heb de Snai. Wee! Free falling. De wedstrijd is afgelopen. Meneer Potter, is alles in orde? Oh nee, het is Smallheart. En hij heeft een grote smile. Als ik hier maar eerder was geweest. Wee! Foto! Hey Harry, op de foto! Alles kapot, je botten kapot. Dit moet ik vastleggen op de gevoelige plaat. Klik! Ik wil niet dat je mijn foto neemt, Kasper. Ga weg met die camera. Ja, vieze dreuzel. Breng hem naar de ziekenboeg. Breng hem naar de ziekenboeg. Zo zei ze het eigenlijk. Dat is niet nodig. Ik genees het armpje van je wel even, Harry. Oké, dan. Nee, ik hou hem liever zo. Dank u. Osio dispermisus. Zijn spermie. Ah, lop. En toen was zijn hand niet stijf meer, maar zo slap als maar slap is. Zijn arm is helemaal rubberig geworden. Hier moet ik echt een foto van nemen. True story, true story. Klik. Tja, het kan soms gebeuren. Maar de arm is tenminste niet meer gebroken. Laten we hem maar naar de ziekenboeg brengen. Klik. Ik hou zoveel van dit spel. En jullie hopelijk ook, anders hebben jullie een probleem. We zijn nog lang niet klaar met dit spel. Klik, 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 klik. Ik denk dat die vent gewoon voor de Playboy moet werken. Je had direct hierheen moeten komen. Botbreuken genezen, een fluitje van een cent. Maar botten terug laten groeien? Dat kunt u toch wel? Ja, maar je moet vannacht hier blijven. Ik ben zo terug met de skeletine. Oké. Als jij dat wil, mevrouwtje. Het is Dobby. Oh, Dobby toch. Harry Potter is toch terug naar school gegaan. Soms zou Harry Potter willen dat hij het niet had gedaan. Waarom draag je trouwens een kussensloop? Dat is een symbool van de slavernij van de huiself. Dobby kan alleen worden vrijgemaakt als zijn meester Dobby kleren geeft. Al is het maar in sok. Nou, dat vind ik flink verkeerd. Vind ik ook. Waarom is de aandacht Harry Potter teruggekomen? Waarom is Harry Potter niet meer thuis naar huis gegaan toen Harry Potter de trein had gemist? Hoe weet jij? Het was jouw schuld. Jij hebt perron 9 3/4 afgesloten. Dobby wilde Harry Potter alleen maar beschermen. Door jou zijn Ron en ik bijna van school gestuurd. Ja, dat klopt. Het gaat allemaal niet zoals Dobby het had gepland. Zelfs Dobby's beuken kregen het niet voor elkaar. Slechte Dobby. Dat was jouw beuker? Wat probeerde je te doen? Met te vermoorden? Nooit. Dobby wilde Harry Potter alleen maar zo zwaar gewond hebben dat hij naar huis gestuurd zou worden. Oh, meer niet? Waarom doe je dit? Rick, je wordt wel heel opgezogen in het spel, denken de kijkers nu. Rick, je voelt je Harry en Dobby in het gesprek. De klemtonen, de articulatie, de ejaculaties en oh joh, dat zit er zo in. Dan gaan we vrezen dat ik het ding gebeuren op zwijn zijn. De afschuwelijke tijden van de heer van het duister keren terug. Wat heeft Voldemort hiermee te maken? Harry Potter heeft zijn macht gebroken en alle huiselfen kregen weer hoop. Maar nu de geheime kamer weer open is. Dus de geheime kamer bestaat echt en hij is al eerder geopend. Oh, stoute Dobby. Hele stoute Dobby. Maar hoe kan ik bedreigd worden door wat er in de geheime kamer zit? Mag Dobby niet zeggen. Je weet het dus wel. Wie is het? Wie heeft de kamer geopend? Dobby hoort iemand. Dobby moet gaan. Nou, het is perkament. Madame Pleis, kunt u ons even helpen? Nope. Oh, daar heb je mevrouw Pleisertje hoor. Daar is ze weer. Hallo mevrouw. Professor, wat is er gebeurd? Ja, ben wel benieuwd nu trouwens. Kasper Kruil is versteend. We denken dat hij op bezoek wilde gaan bij Harry Potter. We hebben zijn camera onderzocht om te zien of hij een foto van zijn aanvaller heeft genomen, maar de camera was gesmolten. Professor, wat betekent dit? Het betekent dat de geheime kamer weer open is. En zelfs ik weet niet hoe dat kan. Oh mijn god, de tijd vliegt als je lol hebt! Nee, echt, de tijd vliegt als je lol hebt, jongens. Kijk maar, vliegende kalenderblaadjes. Hey, bedankt voor het kijken van deze aflevering van Harry Potter en de Geheime Kamer voor de Game Boy Color. Zie ik bij de volgende aflevering van Harry Potter en de Geheime Kamer voor de Game Boy Color. Ik denk dat we nu zo'n beetje halfweg het spel zijn. Dus ja, nog de helft van de pret is nog over voor de volgende afleveringen. Vergeet de video niet te liken als je leuk was. Zie je bij de volgende aflevering. Doei!